Hey kijkers van De Zuiverkraft, de vorige keer heb jij gezien bij de modeshow wie er door was. De eerste 6 mensen in feite, 4 afvallers ook. We hebben nu de volgende ronde en dan in de 3e aflevering waarschijnlijk ga je de finale zien. Dylan, laten we gelijk beginnen en stuur de eerste persoon maar door. Kijkers thuis mogen uiteraard even een like achterlaten. En ja, Mytopia is nog steeds gratis te spelen, dus ga naar shop.dezuivergames.nl om een klein beetje reclame voor de server te maken, om dit ook mee te maken. Kom maar op Dylan, wie hebben we? De volgende is Bad Boy. Bad Boy. Nou, dat wordt wat. Waar komt hij als eerste mee? Ja. Ik zeg door, want het is een one-of-a-kind setje, maar dat ben ik. Wat vinden we ervan, Martje? Ik zie nog niks. Jij ziet nog... Oké, heel veel. Iceman, wat vind jij ervan? Ik vind het wel origineel, maar... Ja, omdat het is wel one-of-a-kind, maar... Ik vind het iets standaard. Ja, het ziet voor mij heel standaard uit. Ik vind het een... Misschien, ik wil niet mensen belegen, maar het level 1 pakje eigenlijk lijken. Gewoon een beginnerspakje, vind ja, ik het. Ja. Ook al niet zo gewaagd. Chalcaron, jij dan? Dit is zijn eigen setje, toch? Dit is zijn eigen Bad Boy setje, ja. One of a kind, en hij heeft hem. Ja, dan vind ik het al helemaal gewaagd. Ik vind het prima. Deadly Player, wat vind je ervan? Ik vind het mooi, ik vind het een beetje klassiek. Ach. Ja, we hebben tot nu toe heel veel Enchanted doorgelaten eigenlijk. Hè? Als er Gold en Diamond was, stonden die allemaal te kwijlen. Je ziet de vlekjes nog op het tapijt liggen. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het juist ook een beetje een hommage aan... Het hoeft niet allemaal zo duur, ondanks dat het duur is. Het is een beetje net als die Dolce & Gabbana modekleding, weet je wel. Je denkt, wat is dat voor zwerver? Maar ondertussen is het gewoon merkkleding. Dat is wat Bram hier een beetje probeert, volgens mij. Ik vind het helemaal niet verkeerd. Nadeel? Je skin past er niet bij. Ik ga het gelijk even zeggen, Bram. Het geel bij het grijs? Nee. Ga lekker staan, want de volgende is Dylan. De volgende podium op mag komen is Jan Steen. Oké. Oh, die heeft goed geluisterd net naar Funny Milan en Rare Jong. Wat wij mooi vonden. Hij draagt, zo te zien, denk ik, Koningsblauw. Met... Turquoise? Of is het oceaan? Ik weet het niet. Ik denk oceaan. Dat is lauw. Is het ook weer lauw? Ja, ik, ja. Zo oud is die kleur. Ik ken hem dus gewoon niet. En dit verrast me elke keer weer. Ja, klassiek. Simpel. Mooi. Martje, ben je er inmiddels? Ja, hè? Nou, wat vind je van Stan Steen? Ja, ik vind hem cool. Die blauw past precies bij... Of tenminste, de blauw van zijn chest en legging past gewoon precies bij de helm en broek. Ik vind het een leuke combi. Ja, ik heb alleen een beetje een naar gevoel. Dit is natuurlijk de eerste ronde. Dat wil jij misschien wel je mooiste setje doen. Dat als we hem doorlaten, dat hij hierna niet zoveel meer gaat presteren. Hoe kijk jij daar tegenaan, Iceman? Zou dit het beste zijn wat hij heeft? Of denk je van, nee, die blijft ons verrassen? Dat is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Je weet nooit wat iemand hoe die gaat komen met wat voor pakjes. Nee. Maar de twee kandidaten die we net hadden. Of die in de vorige video dan. Vond ik een beetje te veel gemixt. En deze vind ik wel echt... Het is af, hè? Het is echt perfect. Ja, precies. Het is perfect. Zelfs zijn handjes, dat grijs-blauwachtig. Met een beetje groene ogen. Het is echt alsof hij dit zo bedacht heeft. Van dit gaan we doen. Ja, zeker. Jesse? Ik ben het ermee eens. Ik vind de skin er echt perfect bij passen ook. Rico, dus ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind hem ook... Net als die twee die we net hebben gezien, vind ik deze alsnog daarboven. Mooi. Hij zal jouw broek maar hebben. Ja. Ja. Of niet, hé. Diamond. En dan gaan we wel weer met Rijk. Nou, ook heel erg bedankt, Stan Steen, voor je modeloopje. Dylan, wie is de volgende? De volgende is meisje, Kygo. Oké. Iemand die dit heel vaak gespeeld heeft. En voor mij ook wel een paar keer gewonnen heeft. En in de eerste ronde komt Skygirl met... Wow. Een felgroen. Seizoen 3,5. En Chad het helm? Ja. Poeh. Een... Mint. Mintgroen? Ja, dat is een hele goeie. Een seizoen 2 groene Enchanted broek, zo te zien. Ja. En is het Enchanted... Non-Enchanted Emerald. Non-Enchanted of Enchanted? Ik kan het niet Non-Enchanted. Zeggen. Non-Enchanted. Martje, met je, groene naam. Wat vind je ervan? En mijn groene ogen. Nou, ik vind het helemaal mooi. Ik vind die boots ook zo mooi shiny. Ik vind het leuk bij elkaar passen. Ik vraag me af van wie ze het geleend heeft. Of zou ze het zelf hebben? Wat denk jij, Iceman? Is het gewoon ingekocht dit? Is dit geleend van iemand? Is het gewoon dat we haar mooie grijze ogen moeten geloven? En, het mag natuurlijk, maar
Dat heeft natuurlijk ook een klein beetje mee te maken, hè? Ja, natuurlijk. Als jij, je kan natuurlijk wel een vriendenfile, want je kan een combinatie maken van kleuren. En kan je denken van, hey, dat wil ik. En misschien heeft een vriend van mij dat wel. Dat is wel zo. Ja. Maar ik vind het sowieso... Het is mooi. Je kan er bijna niet omheen. Het boots, is echt mooi. Ik vind dat boots altijd wel een beetje iets anders moeten zijn dan de kleding naar boven. Nee, dat is zo vet. Jawel. Dat is zo mooi. Oké, maar jouw mening. Ja, precies. Ja. Oké, okay, Jesse. Ja. Wat vind jij van dit pakje? Is dit perfectie of zeg je van, nou... Het leuke wat ik van het pakje vind, is dat ze een panda bij zich heeft. En dan lijkt ze net alsof ze een bamboestokje is. En dan... Ja, is wel. Ik snap je punt wel een beetje. Rico, ja, dat is ook. Dat is wat, ook. Wat vind jij ervan? Rico, zei ik. Oh. Ja. Nee, om een keer niet eigenlijk les te doen, vind ik de boots nu wel wat minder. Ik snap er ook niks van. Nou, ik vind het mooi, Skygirl. Ga ook maar lekker staan. Jullie gaan het ons heel erg lastig maken, heb ik al door. De volgende mag komen. De volgende is deze Wout. Oké. Okay. Onze vriend. Of niet, Rico en Jesse. En Iceman trouwens. Ja. Ook een elite. Daar komt hij. En hij heeft... Enchanted Diamond Boots. Enchanted Lau. Cosmopolitan. Is dat Cosmopolitan 3 keer? Of Diamond? Wel Lau. Voor mij is het Lau, dat dacht ik al. Hoe is hij aan die helm gekomen? Wauw. Heb ik een microgolf gehaald? Oh my god. Die is best zeldzaam. Ja, doe eens even een rondje lopen, Wout. Kijk eens. Het lijkt een beetje op de oude burgemeester, maar dan met Diamond Boots. Ja. Ik vind het helemaal niet verkeerd. Ik denk dat we hier weinig aan toe te voegen hebben, want we vinden het allemaal wel redelijk mooi. Nadeel? Het is een beetje saai. Het is een beetje heel veel hetzelfde. Ik hou zelf wel van de combinaties. Maar het is eigenlijk een beetje net als wat Skygirl heeft, wel een perfect pakje om dit te doen. Ik kan me niks beters verzinnen om Diamond Boots om wat te doen namelijk. Dus mooi. Ja, je cape zou ik afdoen, want dat vind ik echt niet bijstaan. Eerlijk gezegd, zeker voor volgende rondes ook. Denk daar ook even om, jongens. Blauwe ogen, helemaal perfect. Wie is de persoon die dit nog eens een keer gaat proberen te verslaan? Dylan, de volgende dus. De Epic King Peter. Oh, daar komt het goud. Nee! Wat? Niet! Wat? What the fuck? Het ziet eruit alsof zijn skin een beetje glitcht. Ik zie heel veel zwart. Ja. Full black dus. Seizoen 2 rode testplate. Een rode burgemeester helpen en een rode ballon. Hij gaat voor zwart en rood. Ik kan niet anders denken dan een klein beetje dat hij aan het trollen is, Jesse. Ja, ik vind het weer een clownspakje inderdaad. Het ziet er wel grappig uit, maar het is niet mooi. Rico, wat vind jij? Ik vind hem eigenlijk wel mooi. Ja, natuurlijk. Oh, Iceman, jij dan? Ja, ik vind hem echt vet. Ja, jij bent je full black, Matty. Ik zie het al. Nee, dat is Nero. Oh, oké. Ik vind gewoon... Die ballon, die vind ik zo erg bij die... voor die chestplate passen. En die hoed, ja. Ik vind het totaal geen clownspakje. En vooral ook, wat komt hierna als we hem doorlaten? Zijn we niet stiekem heel benieuwd wat hij hierna doet? Ja, dat wel. Martje, wat vind jij? Ben je serieus of ga je mee met de troll? Ik ben wel heel benieuwd wat hierna komt, maar als ik toch een hint mocht geven voor dit setje, want het gaat natuurlijk om de kleding, dan had ik een andere skin erbij gekozen, zeg maar, wat minder zwart om de armen en zo. Maar goed, ik ben wel heel benieuwd wat hij de volgende ronde aantrekt. Hij lijkt een beetje op een Teletubby met hoe zijn gezicht zo weggestopt is. De zwarte Teletubby. Ja. Ik zal er geen naam bij noemen, maar goed, ja, ik denk dat we moeten gaan kijken. Zijn er mensen waarvan we nu al zeggen... Die mag er wel uit. Dat vind ik te saai of te wat dan ook. Of zijn er al mensen die zeggen, ik heb een winnaar. Laten we het eens even op deze manier gaan doen. We beginnen met Iceman. Ik denk, dit is moeilijk. Dit is echt moeilijk. Maar ik vind Epic King Peter, die mag van mij door. Nou, ik support dat zelf niet. Maar misschien dat jij mensen hebt die dat wel vinden. Zeg het maar, jongens uit de jury. Van mij mag hij door. Alleen het is niet mijn topsetje van... deze ronde, precies, zeg maar. Maar als je 3 mensen moet kiezen, dan is hij daar 1 van de 3 van. Ja, ja. Oké, okay, nou, Chalkron schudt nee, Rico. Van mij mag het ook door. Het is niet de beste, maar... Het is 3 stemmen in principe al, oké. Okay. Het is meer nieuwsgierigheid ook, hè? Wie is dan wel je favoriet, Rico? Bad Boytje toch wel. Bad Boytje, ja. I second that. Ik snap dat. Ik vind dat ook vet. Het is super origineel. De eerste met compleet non-enchanted die dat gaat doen. Is wel even heel wat waard. Maar zijn daar backers voor Rico's voorstel om Bad Boytje door te laten? Martje? Twijfel nog. Ik wil eerst even de anderen horen.
Iceman? Wat is dat nou voor iets? Ja, sorry. Oké, Iceman? Ja, Epic King Peter moet door. Ja, maar daar hebben we het niet meer over. Dat weten we, fanboy. Wie de... Petboytje, goedemorgen, meneer Epic King Penveter. Jezus, man. Ik ben gewoon helemaal hyped over hem. Ja, dat heb ik door. Maar moet hij door? Petboytje. Nee. Oké. Okay. En Jesse? Nee. Ook niet? Nee. 2,5 vote, afhankelijk van Bartje. Ja. Ik kies toch nee, omdat ik dat gele uit zijn skin er gewoon net niet bij vind passen. Oké. Jesse, als jij iemand zou moeten kiezen, wie wordt het? Wie gaat door? Skygirl. Ja, ik ben het ermee eens. Met een kleine side note. Dat ik verwacht dat ze de helft van de items niet van haar zijn. Dus dat wil ik in de volgende ronde eventueel, als het weer heel dik wordt, wel meenemen. Ja. Maar dat is voorlopig niet aan de orde. Martje, Iceman, wat vinden jullie? Skygirl, ja, nee? Ja, ze kan beter Shine Girl noemen. Ze shined gewoon helemaal. Geen dikke ja van mij, maar een heel klein beetje. Van mij mag ze wel door, maar de volgende moet dan wel echt spetterend zijn. Had ik jou al gevraagd wie je vond dat door moest, Martje? Nee. Je eerste keus, zeg maar. Hè? Want die moet door, of sterker nog, die moet eruit. Mag je ook zeggen. Ja, nee. Ja, ik zit echt Skygirl en deze Wout vind ik gewoon, die twee vind ik gewoon heel leuk. Ja, dan loft iemand uit, joh. Zie je dat? Ja, die wil niet meer meedoen of zo. Okay. Dat was Tansteen. Nee, maar ik vind die van deze Wout ook echt heel leuk. Gewoon omdat het gewoon een heel goede combi is. Maar ja, ik denk dat ik toch voor Skygirl kies. Omdat ik dat toch wat mooier vind. Ja, het zijn verschillende soorten items, zeg maar. Ja. Ik ga een voorstel doen tegenovergestelde. Dat maar even de onpopulaire zijn. I don't care, jongens. Boeit me niks. Ik zou zeggen dat deze Wout niet doorgaat naar de volgende ronde. Vanwege 1. Te veel leuke concurrentie. Maar ook ietsje te saai. Ben ik daar de enige in? Of zeg je die van... Nou ja, het is wel mooi. Alleen inderdaad wat je zegt. Het had misschien wat spectaculairder gemogen. 1 itempje anders. Al was het zijn pants naar iets donkerders of zo. Dat je... Ja, ik weet het niet. Ja, er mist iets. Ik vind het een super, super mooi setje. Volgende ronde heb je wat leuks. Maar ja, dat is de gok die je waagt, Wout. Ja, dat denk ik dat daarmee niemand Wout doorlaat. Dus Wout, jij mag alvast hieronder gaan staan. Dus voor mij is het einde verhaal voor jou. Ja, dan moet er nog 1 afvaller zijn. En wat ik nu hoor is dat een mix tussen Tansteen en Badboytje. Ja. Dus we gaan, we hebben 5 stemmen. Martje, Tansteen of Badboytje eruit? Wat moet ik vragen? Nee, een heel normaal, doodnormale, simpele vraag. Ja, ik kies dan... Eigenlijk net zei ik dat gele bij Badboytje niet zo mooi stond. Maar aangezien er al heel veel met een beetje blauwe tint door zijn... kies ik toch Badboytje eigenlijk. Badboytje 1 punt. Iceman, wie gaat er door? Tansteen of Badboytje? Tansteen gaat door. 1-1. Jesse? Ja, ik ga toch voor Badboytje. Ja, dan hoef ik Rico eigenlijk niet meer te vragen. Nee, ook Badboytje. Want ik had het waarschijnlijk ook gezegd. Sorry, Tansteen. Heel mooi, heel origineel, maar inderdaad een beetje wat we al gezien hebben. En ja, jullie kunnen vanuit de coulissen natuurlijk meekijken. Ik zie dat Lacratus en Nick dat die heel slim doen. Die willen weten wat de concurrentie al heeft laten zien. Dat betekent ook dat jij terug mag lopen, Stan. En dat wij Epic King Peter met dit pakje, hoe is het mogelijk? Ik had nooit op je gestemd houden. Yes, Bram met een hele grote gok door iets wat niet mooi is, maar uniek... Of niet mooi, sorry Bram dat ik je eigen pakje beledig, maar je snapt mijn punt. En natuurlijk Skygirl, de onbetwiste winnaar van deze ronde, zijn allemaal door. Dus dan kunnen wij naar de laatste ronde volgens mij, Dylan. En wie gaat het worden? Yes, daar mag Lacratus komen. We beginnen gelijk goed. Jonas, wat gaat hij aantrekken? Durft hij duur? Durft hij speciaal? Oeh. Bananana? Greydale? Dat is Sunnyvale. Oh, Sunnyvale, Greydale en Deep Blue? Zeg ik het goed? Het is geen Deep Blue. Nou, dat is geen Deep Blue. Deep Blue, Greydale, ja, dat zag ik. En dus, ja, omgekeerd. Ja. Oh. Ja. Ja, maar je snapt wel wat ik bedoel. Maar waarom die dan die ballon bij zich heeft? Is dat grijs of lichtblauw? Wat dat is heel lichtblauw, denk ik. Ja, een beetje paars, cyanacht. Paars, blauw, grijzig. Oké, ik vind het een leuk setje voor een soort
typisch iemand die zijn eerste goedlopende bedrijf heeft. Half miljoentje op de rekening. Ik ga toffe kleding kopen. En hij komt bij zoiets als dit uit. Punt wel, hij heeft goed nagedacht over zijn skin. Kijk eens even, hij moest een blauwe chestplate. Het loopt over van donkerblauw naar lichterblauw naar helemaal lichtblauw. En dat is zijn handjes. Ik vind dat helemaal niet verkeerd. Eerlijk gezegd, als je hier Enchanted Nike's onder had gedaan, had ik het perfect gevonden. Maar dat ben ik. Ja, dat mag je nou niet meer switchen, lekker aan. Maar ik zou het echt toffer vinden. Ik vind het niet eens een slecht setje. En ik denk, als de tegenstanders niet al te sterk zijn, krijg je mijn stem wel. Ja, nou, laat de volgende maar doen. Deze keer geen melding van de jury. We moeten een beetje door. Wie is de volgende, Dylan? De volgende is Rian. Oké. Rian. En die heeft... Hoeft meerdere soorten paars. Dit is motpaars onderin, denk ik. Nee, is het? Puppel. En dan lauw enchant... Dat is turquoise. Nee, dat is Diamond Blue. Wat is het? Diamond Blue of turquoise? Diablo, ja. En wat is het chestplate dan? Rolandia? Dat is ook puppel, nee, toch? Is dat ook puppel? Ook puppel. Oh, en de ene is enchanted. En dan zijn helmpje is wel te kwazen, hoop ik. Dat lijkt op Avalanche, maar... Oh my god, ik ben hier zo slecht in. Ook Diablo non-enchanted. Hij heeft dus een mix gedaan, dus de middelste twee stukjes enchanted. En dan de buitenste niet-enchanted. Wat vind je ervan, Rico? Ik vind hem minder, de combinatie ervan. Bij elkaar geraapt, wou je zeggen. Ja. Net als je eigen outfit. Nee, oké, Jesse, wat vind jij ervan? Ik vind het origineel. Ja. Oké. Okay. Iceman? Voor mijn gevoel hebben die niet echt over nagedacht wat je ging aantrekken. Gewoon een beetje van, we doen wat mooie kleding. Ja, precies. Mijn duurste, mijn speciaalste setjes bij elkaar. Martje? Ja, dat ik vind het ook het is wel mooi, alleen ik vind het een beetje te druk. Je nu al erg korte broekje krimpt er nog meer van, wou je zeggen. Ja. Geen mening. Nee, precies. Nou, Rian, je hoort het. Een beetje gemixte combo's. Ik vind het wel leuk. Rico vindt het een beetje meh. Jesse vindt het wel leuk. Ik hoop dat er wat minder mensen gaan komen deze ronde. Anders heb je een probleem. Zoals ik het nu zie. Wie is de volgende, Dylan? Danny Kip. Daar komt hij. In zijn prachtige... Wat is het allemaal, joh? Hij probeert overduidelijk Martje hier voor zich te winnen, maar hij heeft gekozen zo te zien om geen helm op te doen. De eerste van vandaag. Hij heeft Luminous Pants en Chestplate, gok ik. En ik denk dat dit Ice Boots zijn. Heb ik het goed? Ja. Ik ben goed hierin, hè. Vraag niet hoe ik het in godsnaam op weet. Ja, en Martje, wat vind je van deze outfit? Simpel, maar hij gooit wel met je hoofd. Ja, hij heeft mijn onthoofd, maar ja... Nee, ik vind op zich die boots wel heel erg bij dat gele passen eigenlijk. Ik vind het wel een heel frisse combinatie. Ja, wat vind jij ervan, Iceman? Je bent minder tevreden, ik zie het al aan je. Oh? Nee, ik vind het leuk, maar ik zou het niet zelf aandoen. Of ik zou het niet zelf graag willen zien in de volgende ronde. Het is wel zomers. Ik wil even een punt maken. Ja, dit dat is wel sowieso. Echt heel vrolijk dit, hoor. Ja, het is gewoon fris. Gewoon... Geef die man een biertje en je zit met hem op het terras voor je gevoel. Jesse, wat vind je ervan? Ja, ik mis toch echt wel een hoofdstukje. Ja. Ja, dat vind je zo belangrijk? Ja, voor mij wel, ja. Rico? Hij heeft toch een mooi zonnebril? Ik vind de geel ook niet mooi erbij. Bij de blauwe. Je had liever bronsgoud of iets anders gezien. Of misschien banana of zo. Ja, ik denk persoonlijk, Kenny, dat jij Rian heel blij gemaakt hebt. Want er is voor mij een concurrent voor een uitschakeling deze ronde. Even jullie twee. Maar alsnog, goede poging. En voor mij Martje's stem heb je sowieso. Dus dat scheelt. Het was heel slim om in ieder geval één jurylid om te kopen. De volgende graag, Dylan. De volgende is Priscilla. Oké. Okay. Oeh. Wauw. Ja. Is dat Green Arrow? Nee. De leggings of wat? Ik denk dat het gewoon simpelweg Nero of Full Black is. Full Black of Nero. Allebei Nero. Ja, Nero, hè? En dan Barbie of Malibu Boots, denk ik? Wat heb je? Of Speedboots 2.0. Ja, is gewoon Blood Boots. Ja, Blood Boots. Ja, het staat leuk, alleen jij hebt overduidelijk niet door de coulissen gekeken. Want je mag je setje nou niet meer aanpassen, nou ik het ga zeggen. Ik mis een accessoire. Of je gooit met iets... Of je hebt een leuk tasje vast, of je hebt een helmpje op. Maar dat zijn maar drie items waarop je moet te beoordelen. Dus je score zit sowieso op 75% voor mij. Wat vind jij daarvan, Rico? Ik vind het setje wel mooi bij elkaar. Maar had wel iets bij mogen. Ja, Martje? Ja, ze hebben wel een strikken naar haar, maar dat is niet echt een item wat je kan kopen in Metopia. Nee.
Maar ik, ja, de kleuren vind ik wel erg leuk bij elkaar. Alleen ja, ik mis ook inderdaad net iets extra's. Iceman, jij moet dit een leuke outfit vinden. Maar misschien mis je nou, wat. Ik ga heel kritisch zijn, maar... Dat geeft niet. Ik zou het echt superleuk gevonden als je een rugtas op had. Dat zou ik zo erg bij deze outfit vinden passen. Ja, en dan zo'n rode, weet je wel? Die mooie bij de rode. Ja, precies. En dan heb je ook nog kleur in je outfit. Ik vind en Chanted outfit... was nog dikker geweest. Nee, oké, duidelijk. Jesse, slaan we even over, want we hebben nog één persoon. Oh, ja, kijk, Lakratos heeft hem alvast vast. Waarschijnlijk voor de volgende ronde. Wie hebben wij, Dylan, als laatste? En die persoon moet indruk maken, want het is voor mijn gevoel de zwakste groep tot nu toe. Wie gaat het worden? De laatste is Maserati. Oké. En die komt in. Wauw. Dat zijn twee heel erg gewaagde kleuren bij elkaar, maar op een of andere manier werkt het. Dat ijsboots? Of? Ik denk dat het ijsboots zijn met turquoise, maar dat gok ik. No. Wat zijn het dan? Diablauw met turquoise? Oh. Wat is het? Ja. En dan, en dan daarboven heb je seizoen 2 rood, maybe? Nee, dat is Red Roses, ja. Oh, die lijkt er inderdaad wel heel veel op. En dan zijn helmpje kan... Puppel. Is dat... Nee, is geen puppel. Oh, magenta. Magneta. Kun jij eens even een rondje draaien misschien? Met je twee telefoontjes. Oh, doe eens even een loopje, want ik wil wel even zien. Ja, dat dacht ik al. Ja, die cape is echt zo jammer. Ja, dat is mijn afknapper. Je skin mag je in ieder geval uittrekken nog, als je weet hoe. Dat zou wel... Ja, maar I don't know. Als ik uit deze 5 moet kiezen, zeg ik dat dit wel een van de top 3 is in ieder geval. In de top 3. Maar ja, ik denk dat we maar gelijk moeten gaan stemmen. Zijn de mensen die we er per definitie uit willen hebben? Iceman? Ja, Lakratos. Echt waar? Ja. Oh, nou die... Ja, ik vind het niks. Echt niet. Je hebt mij echt niet overtuigd. Het is mijn nummer 2 waarschijnlijk in het lijstje. Maar ja, wat vind jij ervan, Chalkeron? Lakratos eruit. Ik vind dat geen goed plan. Nee. Rico? Ik ook niet. Martje? Ik ook niet. Lakratos loopt lekker door. Je hebt 4 stemmen. Rian, laten we die eens even gaan bespreken. Want die ga ik hier even ter discussie stellen. Ik hoorde veel kritiek over het Enchanted, niet Enchanted. Maar aan de andere kant... Ik weet het niet. Ik wil hem niet bij nummer 4 of 5 zetten. Maar eerder op nummer 3. Dus eigenlijk moet ik niet met Rian beginnen. Ik ga een case maken voor Maserati om door te gaan. Voor de unieke rood en blauw combo. Wie durft zoiets? Die dingen vloeken, maar het werkt op een of andere manier. Wie is er met mij mee voor Maserati? Ja, ik ga mee. Iemand die het er niet mee eens is? Ja, heel mooi. Maserati, ga lekker bij Lakrata staan. Jij hebt 5 stemmen. Dus dat is eigenlijk wel redelijk duidelijk. Iemand anders nog. Rico, heb jij zoiets van... Dat moet de derde persoon zijn. Dat betekent niet dat de rest uitgevallen is nog, hè jongens. Want we gaan nog verder stemmen. Mijn top 3, dan Rian erbij. Daar zat Rian bij, zeg je. Oh, iemand logt uit. Wie was dat? Priscilla. Oké, nou dan wachten we er even op. Rian zit daarbij. Dus een stem voor Rian. Ja, ik heb ook al gezegd, die moet in mijn top 3. Dus daarmee zeg ik al, die krijgt een stem van mij. Chalkrol schudt ook. Iceman en Martje, wat vinden jullie? Een nee, Martje? Rian? Het is druk, maar ik vind het wel gewaagd. Je was er net niet heel vol van, inderdaad, maar een beetje twijfel. Nee, maar als ik ze zo naast elkaar zie, ja, dus zij is nou even weg, maar dan vind ik het wel weer... Ja, als je dat iets langer naar gaat kijken, dan denk je toch van, ja, eigenlijk is het toch wel erg leuk. 4 stemmen voor Rian dus. Loop ook maar even lekker naar beneden. Dat houdt in dat als Kenny, daar gaan we nu even op stemmen, geen 4 stemmen krijgt. Dan is hij uit. Is iemand die niet een stem op Kenny zou willen geven? Ik. Dan Kenny willen we als we afscheid van jou nemen. Wel heel origineel, maar ik denk helmpje. Iets origineler. Mensen waren ook niet gek van de gele kleur. Ja, het zijn ook in de boots wel heel mooi. Ja, dat wel. Nu is het denk ik weer mooi. Oké, en dan moet Priscilla eigenlijk even online komen. Maar ja, aangezien we niet eeuwige tijd hebben, is Priscilla bij deze ook weer afgevallen. Heren, hier beneden. Zijn het 3 heren of is er hier een meisje? Ik weet het eigenlijk niet. Heren zijn het. Nou, die zijn allemaal door. En het is duidelijk. Wij weten welke 12 naar de finale gaan. Dat gaan we in de volgende video doen. Vergeet niet even een like achter te laten en te abonneren op DDC. Morgen komt die video online. Wederom publiek heel erg bedankt. Wederom de jury heel erg bedankt. Deelnemers. En tot morgen, jongens. Later.